Hallo allemaal, daar zijn we weer. Weekwens 5 inmiddels. En vandaag op deze dag kan het niet anders dan dat er maar één thema kan zijn waar wij voor gekozen hebben. Het is vandaag Internationale Moederdag. Nou, en Moederdag, zo internationaal, eigenlijk een universeel gebeuren in veel landen. En als er iets is wat elk mens met elkaar gemeen heeft, als we kijken naar de overeenkomsten tussen alle mensen in plaats van de verschillen die er allemaal zijn. Elk mens heeft namelijk een moeder. We zijn allemaal geboren uit een moeder. Bouke uit een mem, dat is dan net iets anders, maar uiteindelijk blijven we allemaal moeder. Ik vertel het ook heel vaak bij mijn opstellingen dat ik heb geen moeder, ik heb geen ma, ik heb geen moe, ik heb geen mama, ik heb een mem. En dat vind ik altijd heel mooi. En als ik dus over moeders en memmen denk, dan denk ik, oh ja, verzorging, bescherming, soms ook wel eens een beetje betutteld. Hè? Als mijn moeder nu nog zou leven, zou ze waarschijnlijk zeggen, Bouke, moet je niet nodig naar de kapper toe gaan. Kun je je voorstellen, als ik thuis vroeger al zoveel de moederrol heb ingenomen. Mijn oudere broers ging vertellen wat ze moesten doen en dat ze er om een moeder moesten denken, et cetera. Wat natuurlijk compleet mijn plek niet was. Logisch, alleen toen, voor mij voelde het zo. Dus ik heb heel lang de dynamiek van dat ik in die rol zat, heb ik ook meegenomen in de relatie. Had. Tenminste, even kijken of Bouke zich daar kan beamen. Ja, ik heb heel veel gezorgd, want bij een moeder, associaties bij een moeder, gaat veel over zorgen. In ieder geval bij mij, maar dat is wel redelijk universeel. Wel voor zorgen, klaarstaan, allerlei dingen in de gaten houden, et cetera. Heb ik in de relatie natuurlijk ook onbewust meegenomen. En Bouke zat echt niet te wachten op nog een moeder. Die zit te wachten op een partner. Net zoals ik bij hem natuurlijk ook mijn dingen heb, daar gaan we later nog wel meer over vertellen. Bij vader nog, komt dat aan bod. Het is zo boeiend om daarnaar te kijken. Elke keer kun je zelf weer daarin stappen maken, bewegingen maken. En door al die processen die ik ook ben gegaan, boeiende processen, was zeker niet altijd makkelijk, maar zo de moeite waard. Kon ik veel meer op de partnerplek komen te staan, in plaats van als moeder boven mijn partner. Wat wij op een onbewuste, nog misschien wel dieper onbewuste laag doen, is dat wij onze pijn, ons gemis, ons verdriet, onze niet gehuilde tranen en noem maar op, onze pijnlichamen, projecteren naar de ouders, maar ook naar andere mensen. In het proceswerk, wat jullie hier in de zaal doen met systemisch werk. Lieve mama en papa, dankjewel voor het leven. Misschien niet wat je mij hebt aangedaan. Maar lieve mama, als er een deel in mij is wat ik naar buiten zou mogen laten komen, en ik zou dit echt naar buiten laten komen, ben ik misschien ook heel boos, verdrietig en misschien zelfs nog wel meer. Maar lieve mama, ik heb me te realiseren dat mijn projectie is. En dat ik weet, als volwassen vrouw, als volwassen man, dat jij nog zo aan je eigen geschiedenis was verbonden dat je er niet helemaal voor mij kon zijn. En de prijs die we betaald hebben is misschien hoog. Maar het is nu aan mij om er als volwassen persoon goed mee om te gaan. En dit is wat bij heel veel mensen speelt. Dat is de realiteit en ik weet er alles van, want dat is de voorbeelden die wij net verteld hebben. Wat ook leuk is, als we praten over moeder, en we gaan dan even in dit geval naar de vrouwen, vaderdag komt blijkbaar later, dan heb je moedersdochters en vadersdochters. Nou, ik zou iedereen gunnen dat ze dat al een beetje weten wat dat is. Nou, dat is een heel verhaal. Daar heb ik een mooie sheet van wat daarbij past. Vadersdochters, ik ben een vaderzoon, die hebben vaak naar buiten, strijd, pam, 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 naar buiten. Is een kracht, maar is ook een valkuil. En moedersdochters zijn vaak verzorgend, katten de boom kijken, liefdevol, zacht. Wat ook een kracht is, maar ook een valkuil. Nou, en dat speelt dus ook in heel veel relaties. En je ziet dat zelfs ook nog, dat sommigen dat ook nog weer eens een keer op een moeder projecteren of ook op een vader projecteren. Nou, die kennis, daar zou ik op zich nog veel meer over willen vertellen, is ook leuk om te weten. Nou, hier zit een vadersdochter, vaderzoon. Nou, en dat, ik vind wel dat we dat mooi doen. Als er iets is wat ik graag vandaag mee wil geven, en het is natuurlijk een perspectief hoe je naar dingen kunt kijken. Ik ben nu ongeveer 20 tot 21 jaar bezig met familieopstellen. En wat we ons hebben te realiseren op een diepe laag, je bent voor 50% de moeder en voor 50% de vader. Op het moment dat je een deel van je moeder, van je vader,
verloochent, of je moeder zelfs helemaal, verloochen je eigenlijk een deel van jezelf. Maar dat niet alleen, als het de natuur het je gegeven heeft en je kan het leven doorgeven, dan is het ook zo dat je moeder elke dag voortleeft in een van jouw kinderen. En op het moment dat jij dan dat niet kan nemen, omdat je nog in de boosheid zit, in de projectie van wat er in het verleden heeft plaatsgevonden, projecteer je dat niet alleen op jezelf, maar ook naar je kind. En dat is ook wat we met familieopstellingen nog meer inzicht geven, dat het allemaal is gegaan zoals het is gegaan. Ik wil een metafoor meegeven. Kort en krachtig. Vergeet het mijn leven lang nooit meer. Mijn moeder was aan het dementeren. En ik ben nog een keer met haar naar Friesland gegaan. En zo vanuit het niets zegt ze tegen mij, Bouke, ik voel me veilig bij jou. Oké, dat had ze nog nooit eerder gezegd. We reden op de Afsluitdijk en ik was me zo bewust in structuur wat ze eigenlijk zei. Ik was gestopt met oordeel, veroordeel. Ik was gestopt nog verwachtingen te hebben. Alles wat gegeven kon geven was er. En ik was gestopt mijn onvervulde verlangens op haar te projecteren. Nou, als we dat met z'n allen doen, is er een compleet ander energieveld. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Als we dan over het woord moeder hebben, moederaarde zorgt voor ons, voor de mensheid. En hoe zorgt de mensheid voor moeder aarde? En ik generaliseer natuurlijk gigantisch, dat besef ik me ook heel goed. Dus we hebben elke keer te kijken, wat doe ik, hoe zorg ik voor mijn moeder aarde? En als ik voor mijn moeder aarde zorg, zorg ik tegelijkertijd ook voor mezelf. En andersom. Lieve mama, dankjewel voor het leven. Want omdat ik van jou het leven heb gekregen, kan ik doen wat ik tot nu toe heb gedaan. En kan ik ook nog doen wat ik wil. En ik zal je vertellen, mama, dat is nog heel veel. Lieve mama, omdat ik van jou het leven heb gekregen, heb ik ook de mogelijkheid gekregen om het leven door te geven. En dat is me ook gegund. En zo willen we ook samen onze dankbaarheid uiten naar de grote moeder. Grote moeder. Dank groot beneden. Voor alle beweging in alle werelden. Dank voor de perfectie waarmee alles wordt aangestuurd en wordt gebracht waar het hoort. Dank voor alle beweging, van de kleinste deeltjes tot de grootste sterrenstelsels. Dank voor de liefde en het geduld waarin alles wordt gedragen en wordt gevoed, met precies datgene wat het nodig heeft. Ik ben dankbaar dat alles zichzelf kan dragen en in zichzelf genoeg is. Oneindige beweging. Ik ben zo dankbaar dat je hier bent. Voor alles dankbaar. En als we dan onze weekwens willen uitspreken, dan hopen we dat wat we hier zo verteld, gedeeld hebben, wat vragen hebben gesteld, dat het wellicht wat opgeroepen bij je heeft, dat je misschien vandaag, de komende week, dus kan kijken van welke positieve, voedende herinneringen uit mijn leven krijg ik naar boven als ik denk aan het woord moeder, de term moeder. Mijn eigen moeder, haar moeder, ikzelf als moeder, moeders die ik om me heen zie, wat roept het bij me op? Welke voedende momenten kan ik halen? En het kan natuurlijk ook zo zijn dat er herinneringen bij je naar boven komen. Je zegt, maar allemaal niet zo fijn. Nu, wat zou jij dan kunnen doen? Wat heb jij daarvan geleerd? Hoe heb je dat om kunnen zetten naar iets wat weer wel voedend voor je is? Of hoe ga je dat misschien omzetten? Al is het misschien ogenschijnlijk maar klein, en ik heb het al eens gezegd, eigenlijk bestaan er geen kleine dingen, want alles waar we op een andere manier naar kijken, opnieuw naar kijken, zal iets veranderen. Soms ogenschijnlijk klein, maar eigenlijk altijd met een groot effect. Dus elke keer met welke intentie kijk ik ernaar. En wij wensen jou deze week, vandaag een hele week, Een mooie moederdag. En heel veel mooie herinneringen, of getransformeerde herinneringen rondom moeder. Oké. Veel genoegen ermee. Dank je wel weer. Tot ziens. Hoi. Zo, Dorien.